Bar Paris is een organisatie die gaat zorgen voor een toch wel spectaculair evenement, het EK hier in Lommel. Het hele gebeuren zal hier doorgaan op het Hertog Janplein. En de bedoeling is dat het een rode stad wordt, zeker een duivelse stad. Dat is de bedoeling, met veel sfeer en plezier en hopelijk ook winnende matchen voor de Belgen natuurlijk. Hè. Kriebelt dat bij jou? Ja, toch wel. Het is wel spannend. Het is ook een hele voorbereiding geweest. De mannen van de organisatie die weten daar veel meer van nog dan wij zelf als stad. Het zijn de mannen ook die het volledige evenement dragen. En ja, dat kriebelt toch wel. Ik denk als straks hier het plein gevuld staat met alle supporters, dat het zeker de moeite is om een kijkje te nemen. Los van de wedstrijden zelf al. Gaat u zelf op de eerste rij staan? Ik zal niet helemaal van voor op de eerste rij staan, maar ik ga toch zeker een kijkje komen nemen. En de accessoires en de attributen liggen klaar, dus ik ben al in vorm. Welke boodschap heb jij voor de inwoners van Lommel en omstreken? Ja, voor de bewoners van Lommel en omstreken zou ik willen zeggen van wil je graag genieten van een match van de Belgen en je wilt het doen in een fijne omgeving en in een fijne sfeer, wel, kom daar hier en je zult tevreden zijn. Ik denk ook dat ze tevreden zijn met het totaalpakket dat we aanbieden. Het is niet enkel een scherm en twee togen voor een pintje te drinken. Het gaat om die totaalbeleving, die stadionsfeer die we eigenlijk hier willen krijgen. Een stadionomroeper zoals Jos Willems van Westerlo, live-analyses, Harm van Veldhoven, Hans van Aken, Peter Maas. Denk ik dat we daar in zekere zin toch wel in geslaagd zijn en wordt blijkbaar geapprecieerd. Dat is fijn om te zien. Ja. Het plein is gratis voor het publiek? Ja, dat klopt. Het is dus zo dat we het Hertog Janplein ter beschikking gekregen hebben van de stad Lommel, waarvoor dank. We hebben een oppervlakte van die ons toestaat om 3500 personen toe te laten. Dat is volledig gratis inkom. Voor zij die net iets meer willen dan gewoon op het plein staan, hebben wij een VIP voorzien die je achter ons ziet. Maar die formules kan u gewoon vinden op onze website www.barparie.be. Eindigen de Rode Duivels op het podium? Brons, zilver, goud? Ja, we gaan natuurlijk voor het hoogste stapje. Hè. Voor het hoogste treetje, goud in Parijs op 10 juli zou fantastisch zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is, ongeacht of ze daar geraken of niet, dat we iedereen hier in de buurt van Lommel en van omstreken gewoon een totaalbeleving in het voetbal hebben kunnen laten genieten. Dat hier een fantastische sfeer gaat zijn op het plein. En dat, dat iedereen kan zeggen van kijk, in Lommel was er ook wat te doen, het is hier goed geweest en wij hebben ervan genoten.